Ondanks allerlei nieuwe vormen van amusement heeft de kermis nog niets van zijn magische aantrekkingskracht verloren. En dat geldt zowel voor ouderen als voor de jeugd. In dit nu bijna afgelopen seizoen is een nieuwe attractie op de kermis verschenen. Met schreeuwende koppen worden bezoekers naar binnen gelokt voor een 70 mm filmvoorstelling in een luchtdruktent. Op een projectiescherm van 180 graden horizontaal en 90 graden verticaal worden twee korte films vertoond via een projector met een speciale supergroothoeklens. De 10 minuten durende voorstelling wordt begeleid door een reeks sterke geluidseffecten die samen met de bewegende beelden bij het publiek dat in de tent staat bepaalde werkelijkheidssensaties moeten oproepen. De suggestie die van de film uitgaat wordt overigens rijkelijk overtroffen door de werkelijkheid van de kermis. Dat veelbezochte fenomeen waar men aan het eind van de vorige eeuw voor het eerst filmvoorstellingen kon zien. De bioscoop is dus terug op de plaats waar hij geboren werd.